Barendrecht viert de 10.000ste inwoner. Het weekblad De Schakel van 4 september schrijft hierover. Meer dan 1000 kinderen deden mee aan de ballonwedstrijd. Zaterdagmorgen zijn de meisjes en de jongens van de Barendrechtse lagere scholen naar het sportpark Ziedewij getogen om deel te nemen aan de ballonwedstrijd. In diezelfde week hadden de kinderen van alle scholen al beschuit met muisjes gehad en de festiviteiten vonden een hoogtepunt in het massale ballonoplaten. Dit alles ter gelegenheid van het feit dat Judith den Otter kort daarvoor ingeschreven was als 10.000ste inwoner van de gemeente Barendrecht. Voor Barendrecht is 10.000 een hoog aantal als we de ontwikkeling bezien. Enkele vergelijkingscijfers. In 1818 1314 inwoners. 2832 in 1870. 3213 in 1900. 3905 in 1920. 5000 in 1930, 6293 in 1940, 7264 in 1950, 8535 in 1960 en thans reeds 10.000. De bevolking vernegenvoudigde op een gelijk gebleven oppervlakte. Judith den Otter ontving van het gemeentebestuur een spaarbankboekje met 100 gulden. Een mooi geschenk van burgemeester Douma. De directie van de Hooijemeijers beschuitfabrieken had toegezegd dat, als het zover was, alle scholen te zullen trakteren. Dit werd evenwel een poosje uitgesteld omdat het nog vakantie was. En dit is dus vorige week gebeurd. Vrijdag kregen alle kinderen een kaartje waarop zij hun naam moesten invullen. En zaterdagmorgen konden ze dit kaartje bevestigen aan de ballon. Daarop gingen ze naar het korfbalveld op sportpark Ziedewij, waar allen wachten tot het startsein zou worden gegeven.
Heer Hooymeijer, de directeur van de Barendrechtse beschuitfabrieken, sprak de jeugd met behulp van een megafoon toe en voorspelde dat vele ballonnen in Duitsland terecht zouden komen. De burgemeester, meester H.H. Dauma, zei dat hij vroeger ook wel eens aan een ballonwedstrijd had meegedaan en dat zijn ballon toen neergekomen was op Helgoland. Hooymeijer heeft 3 prijzen beschikbaar gesteld in de vorm van waardebonnen van 50, 25 en 10 gulden. En 10 troostprijzen van 2,50 gulden. Ze kunnen worden besteed bij de Barendrechtse middenstand.